Ja, beste luisteraars, we gaan verder met het programma op deze vroege woensdagmorgen en nodigen uit niemand minder dan Owen Venlo. Owen, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen, luisteraars. Voordat ik begin natuurlijk eerst alleen maar goeds, geluk en gezondheid voor het nieuwe jaar, dit jaar 2024. En laten we hopen dat zowel in Nederland als in Suriname wijsheid de doorslag zal geven. En wijsheid, als ik dat zeg, luisteraars, Iwan, dan bedoel ik vooral evenwichtigheid. Ja, dus gewoon links kijken, rechts kijken, in het midden kijken, afwegen, wikken en wegen. Dat is mijn wens voor ook de bestuurders, politici, maar ook andere bestuurders van stichtingen of van verenigingen of van bedrijven. En zoals ik het vaker zeg, Iwan, je kent het nog, luisteraars, u volgens mij ook, liefde, liefde, liefde. Als dat je vertrekpunt is bij alles wat je doet, als liefde je vertrekpunt is, kom je altijd uit op bevredigende, goede oplossingen. Want het boeddhisme zegt, wat je geeft, krijg je terug. Geef je liefde, krijg je liefde terug. Maar geef je nonchalance, of nog erger, geef je haat, dan krijg je dat terug. En dat is nou net de kern, daar kan een andere keer misschien daarover praten, Iwan. Dat is nou net de kern van het probleem in het Midden-Oosten. He? Die liefde, die is er niet, was er nooit. En ja, dan reageren de Palestijnen precies zo terug. En dan krijg je een spiraal, vicieuze cirkel van wraak en haat. Dan ga je er niet meer uitkomen. Dus een les die we geleerd moeten hebben. En dat geldt dus ook voor de politiek. En wat Nederland betreft, eerste deel van het programma natuurlijk. Voordat ik begin over die politieke ontwikkelingen, die mij gewoon grote zorgen baren, luisteraars, wil ik toch eerst even kort twee dingen aanstippen. Die ik hoorde in het programma, andere onderdelen van het programma. Een van de dingen is, hoe staat het nou met het AOW-gat van de groep oudere Nederlandse Surinamers? Ik zeg maar, Nederlandse Surinamers. Ja, omdat dat aangeeft waarom AOW ook voor hun moet gelden. Vanaf het begin had moeten gelden. De stand van zaken op dit moment. Luister, laat me even herinneren, even terug. We hebben dus acties gevoerd, een heleboel mensen hebben acties gevoerd, geweldig. En het heeft allemaal geleid samen tot de regering gaat iets doen. Oké, ik heb u verteld hoe eigenlijk oneerlijk, eigenlijk gemeen het is. Want wat heeft de regering gedaan, Rutte? Ze zijn gaan afdingen op het bedrag dat we zouden moeten krijgen als oudere groep Surinamers met een AOW-gat. Ze zijn gaan afdingen op het bedrag. We zijn begonnen, het uitstekend werk van Joyce Sylvester, de commissie Sylvester, en die gezegd heeft, je moet het compenseren en je moet vanaf 1 juli, ik dacht dat het 2021 was, een volledige AOW geven aan al die mensen met dat gat. En ze zijn gaan afdingen op het bedrag. Geen compensatie. Oké. Toen kwamen we uit op, oké, geen compensatie, maar wel een tegemoetkoming. Daar is daar ook weer een heleboel tegemoetkoming. Is natuurlijk niet 100% compenseren, maar een bedrag tegemoetkoming. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid, luisteraars, Iwan. Ook dat wilde Den Haag niet, een tegemoetkoming. Want het zou natuurlijk te duur worden. Helemaal compensatie te duur. Een tegemoetkoming te duur. Dus waar is men op uitgekomen? Ieder een van de groep. En luisteraars, hou vast. De groep was vanaf het begin een groep groot tussen de 30.000 en 35.000
oudere Surinamers, Nederlandse Surinamers, met de AOW gaat. Tussen de 30 en... Dus men heeft gezegd, nee, we willen wel één bedrag geven aan allemaal. 5000 euro. Maar als de groep maximaal 35.000 is, en je moet geld reserveren op de begroting 2024, dan moet je reserveren 35.000 keer 5.000 euro. Een kind kan dat voor je uitrekenen. Dan kom je uit op 35.000 keer 5.000 euro, dat is 175 miljoen euro. Wat reserveert mevrouw Carola Schouten van de ChristenUnie? Ze reserveert 121 miljoen. In plaats van 175 miljoen. Dus 55 miljoen ongeveer tekort. En nou komt het gemene, en ik heb het gezegd hoor, ook tegen mensen, vrienden van mij bij de ChristenUnie, heb ik gezegd, jullie zijn gemeen en onchristelijk met jullie minister Carola Schouten bezig geweest. Wat hebben ze gedaan? In plaats van die 121 miljoen, in plaats van die 175 miljoen, 121 reserveren. En wat hebben ze toen gedaan om met die 121 miljoen uit te komen? Hebben ze 10.000 oudere Surinamers met een AOW gehad, geschrapt. Die krijgen het niet. Dat hebben ze natuurlijk niet zomaar gezegd. Ze hebben bedacht. Ze hebben twee extra voorwaarden gesteld. En die twee voorwaarden zijn... 18 toen je in Nederland kwam, slaat helemaal nergens op. En 20 jaar in Nederland hebben gewoond. Als je die twee voorwaarden aan moet voldoen, dan vallen 10.000 van die 35.000 Surinaamse ouderen met een AOW gaat, vallen er buiten. Gemeen, onchristelijk, dit is nou precies, luisteraars, die oude politieke cultuur, die drama's heeft veroorzaakt, Groningen, toeslagenaffaire, dit is precies de kern, oneerlijk met de mensen omgaan. Dus wat staat ons te doen? Er is een nieuwe Tweede Kamer gekozen. Wij zullen richting die nieuwe Tweede Kamer en een nieuwe minister straks, armoedebeleid, zullen wij actie moeten gaan voeren om te zorgen dat die 10.000 Surinamers die afvallen door die twee voorwaarden van de minister, dat die alsnog meegenomen worden, kort gezegd, 55 miljoen extra alsnog op de begroting 2024 moet worden ingebracht. Bij die 121 miljoen, 175 miljoen ongeveer, en dan krijgen ze allemaal aan die 35.000 Surinamers met de AOW gaat, die 5.000 euro. Dat maar is Owen, mag ik heel even tussendoor? Ja. Maar denk jij echt dat de regering als Wilders daar de premier van wordt, dat die hele toestand nog doorgaat? Nou, het eerste is, Wilders moet sowieso niet in de regering, dus daar moeten we dat, daar kom ik zo meteen op. Maar dan wordt het moeilijk, ja. Dan wordt het moeilijk. Hè? Want we kennen Wilders, daarom, om ook een heleboel andere redenen, denk ik dat Wilders dus absoluut nooit in een regering moet komen. Maar daar kom ik straks op terug. Een tweede ding wat ik even wil aanstippen is, we hebben het allemaal gehoord, we hebben het allemaal gezien, en Rutte en de koning hebben excuses aangeboden. En Rutte heeft gezegd, het is een komma. Tegelijkertijd wil Rutte niet praten over herstel en herstelbetaling. Dat is natuurlijk iets wat natuurlijk gewoon niet kan. Ik bedoel, want je zegt excuses, het is geen punt, maar het is een komma. Dat betekent dus, na die komma komt er nog wat. Wij hebben vanaf het begin gezegd, ook in het kader van de CARICOM, Caribische Unie, in de oprichting, dat herstelbetalingen moeten na excuses. Die excuses zijn er geweest, dus we gaan nu praten over herstelbetalingen. En ik hoop, laatste opmerking over dit punt, herstelbetalingen.
Ik hoop dat de CARICOM regie gaat nemen naar al die, luisteraars, let op, naar al die 9 Europese landen met een slavernijverleden. En die 9 Europese landen met een slavernijverleden, die moeten zich beter gaan organiseren om te zorgen dat ze eruit halen wat eruit gehaald moet worden, namelijk herstelbetalingen. En om het rond te maken, luisteraars, die herstelbetalingen zijn nodig om de achterstand, de achterstelling in onze samenleving van de inheemsen en de Afro's, om die achterstelling in te lopen. Het gaat om 9 Europese landen met een slavernijverleden, maar ook een heleboel andere landen zijn bereid om in zo'n fonds geld te storten. En dat is de richting die we op moeten gaan. En wij moeten ons beter organiseren als Afro's om te zorgen dat er geen verdelen en heers wordt toegepast bij ons. Want daar zijn we, ja, daar gaan we dus niet snel bereiken wat we moeten bereiken. Namelijk gelijkwaardigheid, achterstelling inlopen, inheemse Afro's. Dat is wat die twee punten betreft, Iwan. En nou de actuele situatie in politiek Den Haag. Ik heb vaker gezegd, ik val van de ene verbazing in de andere. Wat Nederland betreft, straks kom ik op Suriname, val ik ook van de ene verbazing in de andere verbazing. Maar Nederland, ik heb u gezegd, luisteraars, men is in politiek Den Haag bezig om uit te vinden een vierkante cirkel. En luisteraars, u voelt dat waar ik naartoe ga. Een vierkante cirkel bestaat niet. Als je dat zoekt, dan ga je dus eeuwig zoeken en nooit vinden. Ik viel van mijn stoel in de discussie van de nieuwe Tweede Kamer. Er is een discussie geweest. En toen is aan Wilders gevraagd of hij afstand neemt van zijn uitspraken in het verleden. Wilders heeft geen moment nagedacht en geantwoord, nee, dat doet hij niet. Iwan, luisteraars, ik zat gewoon hier thuis te kijken en ik dacht, en nu gaan 4, 5, 6, 7 fractievoorzitters opstaan en tegen Wilders zeggen, dan is nu het gesprek met jou over regeringsvorming beëindigd. Maar nee hoor. De dames en heren, de Kamerleden en de fractievoorzitters zaten aan hun stoel geplakt te horen hoe Wilders zegt, ik neem geen afstand van mijn uitspraken in het verleden. En als je wil weten waarom je zo zwaar moet tillen aan de uitspraken van Wilders in het verleden, hoef je maar één ding te doen, namelijk de veroordeling van Wilders door de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad. Hij is veroordeeld in 2021, dacht ik, voor groepsbelediging en de Hoge Raad heeft eraan toegevoegd, u zet aan tot onverdraagzaamheid. Luisteraars, hou het vast. Hoogste rechter heeft dat gezegd. Onafhankelijke hoogste rechter. En dan moet je de reactie van Wilders horen op deze uitspraak van die hoogste rechter. Ik trek me daar niets van aan, ik ga gewoon door. Je kan het zo opzoeken op Google. Iedereen heeft het kunnen lezen, ook de Tweede Kamerleden, ook de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Die hebben het allemaal gelezen. En niemand, geen van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer durft te zeggen, oh, dan is voor ons het gesprek beëindigd. Hoe, luisteraars Iwan, hoe wil je in een samenleving als de onze, multiculturele samenleving,
Hoe wil je in deze samenleving een regering vormen met een persoon, Wilders, die veroordeeld is door de hoogste rechter in dit land voor groepsbelediging en aanzetten tot onverdraagzaamheid? Hoe wil je, ik gebruik het niet gauw, maar ik zeg het toch, in godsnaam met zo'n figuur, want er is geen partij, PVV, het is maar één persoon, Wilders, en die bepaalt alles. Hoe wil je met zo'n persoon een regering vormen in een multicultureel, multi-etnisch land? Dat is daarom mijn opmerking. Proberen een vierkante cirkel te maken, dat gaat je dus nooit lukken. Want wat je aan het doen bent, ik heb het over de kern van besturen. Wat je aan het doen bent is, je bent bezig om iemand die veroordeeld is voor groepsbelediging en aanzetten tot onverdraagzaamheid, een belangrijke rol te geven in je regering. Of je nou minister of weet ik veel, maar in ieder geval een belangrijke rol in de regering. Dat betekent dat je dus om te beginnen als eerste de onafhankelijke rechter, hoogste rechter, eigenlijk op zijn kop geeft, gewoon zegt, we storen niet aan jouw hoogste rechter wat jij over Wilders gezegd hebt. Want ze praten er niet over, in tegendeel. Ze praten met Wilders om regeringsverantwoordelijkheid met hem te nemen. Dan ben je niet goed bij je hoofd, zeg ik tegen de politieke leiders in Den Haag. De mensen, de groepen die Wilders heeft beledigd, intens heeft beledigd, de afgelopen 20 jaar. We kennen ze allemaal. Ik hoop dat de journalist een keer al die verschrikkelijke uitspraken van Wilders een keer achter elkaar op een rijtje zet en uitzendt. Mensen vergeten vaak hoe ernstig het is wat Wilders allemaal heeft gedaan aan beledigingen van groepen de afgelopen jaren. Zet ze een keer op een rij, dan is iedereen weer, herinnert zich weer, oh kijk, oh ja, dat, oh ja, no. Dat is wat er dus volgens mij moet gebeuren, luisteraars. En ik denk dat heel snel, daarom valt het meteen, van de plas van de boer-burgerbeweging valt tegen. Die andere ook, maar zij is een nieuwe partij. Ik dacht, die gaat eerlijk delen, eerlijk met elkaar omgaan. Dat is niet het geval als je groepen beledigt en degene die dat doet krijgt nog een waardering daarvoor. We gaan de regering mee vormen. Dus kortom, luisteraars, Iwan, in NSC, nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt, ben ik ook teleurgesteld. Kijk wat Pieter Omtzigt heeft meegemaakt, hoe geweldige rol hij gespeeld heeft bij de toeslagenaffaire en andere oneerlijke zaken van politiek Den Haag. En wat doet hij nu? Hij gaat praten met een door de hoogste rechter veroordeelde figuur, veroordeeld wegens groepsbelediging, aanzetten tot onverdraagzaamheid. Dan ben je niet goed bij je hoofd, zeg ik tegen Omtzigt en die andere fractieleiders. Oké. Dus we zullen zien hoe dit gaat aflopen, luisteraars. Maar als het wat wordt met Wilders in een regering, premier wil ik niet eens over denken, maar ook zelfs gedogen deelnemen als een minister, in ieder geval een regeringspartij. Ja, als dat doorgaat, krijgt Nederland nationaal, dus in Nederland problemen, en internationaal problemen. Ik zeg het maar, zodat we later niet gaan horen, ja, je had kunnen weten dat, want Wilders, enzovoort, enzovoort. Dat had je dan van tevoren moeten doen. Het spreekwoord, luisteraars, tenslotte Iwan, het spreekwoord luidt niet voor niets. Regeren is vooruitzien. En wat men nu probeert in Den Haag zal echt niet leiden tot een stabiele regering, zal echt niet leiden tot een nieuwe politieke bestuurscultuur. Het zal alleen maar leiden tot problemen, problemen, problemen en nogmaals problemen. We zullen het zien. En tenslotte nog eventjes,
het paard van Troje noem ik haar. Dilan Jasulkus, de nieuwe leider van de VVD, die dit allemaal veroorzaakt heeft door de deur op een kier te zetten, de deur open te zetten voor Wilders. Het moment waarop je de deur openzet voor Wilders, zeggen een heleboel proteststemmers, oh, daar stemmen we op Wilders. En dat is gebeurd. En ik dacht in de politiek, als je een gigantische nederlaag leidt in de politiek, dan is het bijna een ongeschreven wet, dan treed je af. Maar mevrouw Jasulkus, die doodleuk verder gaat, en de VVD die dat gewoon toestaat, en deze mevrouw de mededeling doet, maar wij gaan niet regeren, we gaan gedogen. En dan denk ik, ja, VVD, hoe langer je deze mevrouw houdt als leider, hoe meer ellende je over jezelf afroept. Maar goed, dat moeten ze bij de VVD zelf weten. Iwan, luisteraars, gaan we over naar ons geliefd Suriname. En hetzelfde wat voor Nederland geldt, geldt ook voor Suriname. Soms val ik van mijn stoel van verbazing. Alleen, alle twee crisissituaties. Hè? Nederland heb ik u net uitgelegd, de crisissituatie. Er moet gekozen worden. Welke kant gaan we op? En iedere kant die je opgaat, heeft risico's. En de vraag is, hoe kan je de risico's zo klein mogelijk houden? De Suriname. We hebben gehad 20 december de uitspraak in het 8 december proces. Eigenlijk in grote lijnen is het gebleven zoals het was in de eerdere instanties in Suriname, de rechter. En nu, onherroepelijke uitspraak, hoger beroep, uitspraak, dat betekent, je kan niet hoger. Dit is het hoogste beroep, Hof van Justitie. Op dit moment speelt een vraag naar aanleiding van de uitspraak, namelijk de eis was bij de laatste hoger beroep direct gevangenneming van de veroordeelden, de heer Boutersen en vier anderen. De rechter in hoger beroep heeft die eis, directe gevangenneming, niet overgenomen, want, zegt die rechter, die eis, direct gevangenneming, was niet gemotiveerd. Ja, in het recht is motiveren gewoon, als je dat niet doet, een doodzonde. Dus de rechter heeft direct gevangennemen niet gelast, niet in het vonnis opgenomen. Dat betekent dat dus de veroordeelden nog even vrij rondlopen. Maar er is nog één instantie, het is geen hoger beroep, maar het is een instantie, die het verschil kan maken of de vonnissen worden uitgevoerd en hoe dat gaat gebeuren. En dat die instantie is de president, het staatshoofd. Want in de Surinaamse grondwet, luisteraars, Iwan, staat een artikel. En daarin, dat artikel komt erop neer. Als mensen veroordeeld zijn, staat er al jaren hoor, bijna iedere grondwet staat dat artikel. Als mensen veroordeeld zijn, dan mag de president, het staatshoofd, in Nederland is het staatshoofd de koning, die mag gratie verlenen. En dan komt er een tweede ding in dat artikel, daarin staat, voordat de president gratie verleent, moet hij wel het advies vragen over het voornemen om gratie te verlenen van de rechters die de vonnissen hebben gelezen. Dat is de enige eis die de grondwet stelt aan gratie. En nou bestaat er heel veel meningsverschil over aard en karakter van gratie. En dat wil ik toch even aanstippen voor de helderheid, Iwan en luisteraars. Over de juridische aspecten van het hele 8 december proces hoef je niet te praten, want daar heeft de rechter al in drie instanties een oordeel gegeven.
Dus je hoeft niet te gaan praten over juridische dingen. Heeft hij zijn straf verdiend of niet verdiend? En spijt of geen spijt betuigd? Of heeft geen zin, want daar heeft de rechter al alles meegenomen en een oordeel gegeven. Dat artikel in de grondwet staat, omdat er in ieder land, in iedere situatie waar mensen veroordeeld zijn, er andere dan juridische aspecten kunnen spelen, waarmee het staatshoofd rekening moet houden. En die aspecten, die andere dan juridische aspecten zijn sociale aspecten, aspecten die te maken hebben met de gezondheid, humanitaire aspecten, economische aspecten. Er zijn een heleboel aspecten die een staatshoofd gezien het vonnis kan meenemen bij de beantwoording van de vraag, ga ik gratie verlenen of niet? Nou is er één aspect wat ik vanaf het begin ook steeds genoemd heb. Met begin bedoel ik na de uitspraak 20 december. Waarvan ik adviseer om dat ook zwaar mee te wegen bij de beantwoording van de vraag wel of geen gratie. En dat aspect is dat Nederland het Suriname dossier 1975 1982 voor grote delen heeft geheim gehouden, de geheimhouding heeft verlengd tot 2060. Even voor de luisteraars, even uitleggen kort. Ieder dossier, vooral geheim dossier, is 20 jaar geheim. Als er na die 20 jaar niets gebeurt, is het openbaar. Je voelt hem al. Het dossier Suriname 75-82 is 20 jaar later, 2005, openbaar. En wat heeft Nederland gedaan in 2005? We houden het nog 30 jaar, nog 60 jaar langer geheim. Want er staan dingen in over personen. En die personen leven nog. Dat was de motivatie van de regering in Den Haag. Dan zeg ik, sorry, uit het programma, tv-programma Andere Tijden, daaruit is klip en klaar gebleken dat Nederlanders een, ik noem het, samenspanning, hoogverraad, strafbare feiten gepleegd hebben in Suriname door het aanzetten van militairen tot het plegen van een staatsgreep. Dat gaan ze nooit zo zeggen. Je moet een staatsgreep plegen. Maar wat hebben ze tegen de militairen in Suriname gezegd? Jullie moeten dit niet accepteren. Nou ja, als je tegen militairen zegt, je moet dit niet accepteren. Een kritiek op de regering, Aaron. Ja, dan zeg je eigenlijk gewoon, jullie moeten ingrijpen. En nog sterker, dit bewijs. Dat dus, heb ik een paar keer ook genoemd in het programma, Roy Botsen, een officier in het Surinaamse leger, die heeft klip en klaar gezegd, de militaire man, kolonel Hans Valk, op de Nederlandse ambassade, die is bij de officieren gekomen, dat ze moeten ingrijpen, en waarop de officieren gezegd hebben, nee, doen we niet. En meneer Valk, kolonel Valk, zegt, gereageerd heeft, dan ga ik naar de onderofficier. En dat is ook gebeurd. Dus kortom, het dossier is tot 2060 gesloten. Dus niemand, ook de rechter, kon niet constateren wat zich heeft afgespeeld voorafgaand aan de coup en de moorden. Dan zeg ik, president, je moet nu beslissen over gratie of niet. Het feit dat Nederland zo'n belangrijk dossier, 1975-1982, geheim houdt, nog tot 2060,
betekent dat ze eigenlijk schuld bekennen. En dan zou dat in mijn advies aan president Santokki, heb ik gezegd, zou voor mijn reden zijn, gevoegd bij die andere argumenten, om te zeggen, ik ben voornemens om gratie te verlenen. Maar nu komt een belangrijk ding. En daar ben ik bang voor, omdat president Santokki op dat belangrijke ding vanaf het begin het niet goed doet, namelijk communiceren. Als je van plan bent om in dit concrete geval gratie te verlenen, dan ben je verplicht om jouw beleid uit te leggen tegen de achtergrond waarvan jij die beslissing wil gaan nemen, gratie verlenen. Wat bedoel ik ermee? We hebben het vaker gezegd in deze uitzending. Het beleid in Suriname behoort te zijn eerlijk delen, rust en vrede, welvaart en welzijn. Dat zijn de pilaren van een goed eerlijk beleid. Tegen de achtergrond van dat beleid, eerlijk delen, rust en vrede, welzijn en welvaart, ben je bezig om dat in te vullen. Dat eerlijk delen, dat rust en vrede en dat... Oké. Alles wat stapje voor stapje eerlijk delen, rust en vrede, welvaart, welzijn in de weg staat, moet je niet doen. In de weg staat of in de weg kan staan. Moet je niet doen. En mijn 5 argumenten zijn in het advies naar Santokki toe, behalve dus het dossier Nederland gesloten houdt tot 2060. Het proces heeft extreem lang geduurd. Boutersen van nu is niet meer de Boutersen van 1982. Boutersen van nu is de voorzitter van de tweede grootste politieke partij in Suriname. En een economisch rust- en vrede-argument. Suriname is bezig met moeite te klimmen uit een economische crisis. Stapje voor stapje begint eindelijk een klein beetje stabiliteit te komen. Als dit proces wordt verstoord door wie dan ook, loopt Suriname een gigantisch risico om te eindigen waar Haiti en Venezuela nu zijn. Dat zijn de afwegingen die president Santokki en hij alleen, want hij alleen is staatshoofd, die moet hij maken. En dan is er één ding, Iwan, luisteraars, waar ik de mensen in Suriname ook in de discussies voortdurend op wijs. Heb je geleerd van de fouten uit het verleden? Want als je dat niet doet, leren van je fouten uit het verleden, dan gaat dat verleden, datzelfde verleden, zich herhalen. En wat bedoel ik ermee? Ik bedoel ermee, de argumenten die ik net noem, vooral dat rust en vrede, economisch herstel, mag op geen enkele manier worden gefrustreerd. Want als het IMF zich terugtrekt, omdat er onlusten en weet ik veel wat voor ellende in Suriname plaatsvindt, dan is het voorbij met Suriname. En dat mag nooit gebeuren. Dus kortom, iedereen die begint over de juridische dingen, daar gaat het nu niet om. Het gaat nu erom, zijn er andere dan juridische dingen, staatkundige, bestuurlijke, economische, rust en vrede, het dossier wat gesloten is door Nederland. Die combinatie van dingen, zeg ik, Santokki, voornemen en communiceren. Dus, je beleid, je argumenten waarom je voornemens bent om gratie te verlenen, dan ga je praten met de eerste en belangrijkste groep in dit verband, dat zijn de nabestaanden. Die ga je je beleid uitleggen. En vraag hun, reageer op mijn beleid, ik heb het je uitgelegd. Daarna, of misschien tegelijkertijd, ga je ook praten met belangrijke maatschappelijke groepen in Suriname.
maatschappelijke, culturele organisaties van werkgevers, van werknemers. Kortom, zoveel mogelijk brede discussie, of eigenlijk discussie, reactie op jouw voornemen. En de reacties die je gaat krijgen, moet je verwerken in jouw voornemen om te komen tot gratie. Bij de nabestaanden kan ik me bijvoorbeeld voorstellen dat er sowieso aan de orde komt smartengeld. Sowieso. Dat geldt voor iedereen die, waarvan de familie of vrienden of noem maar op vermoord zijn, smartengeld. Maar ook andere dingen. Op welke wijze wilt u nabestaanden dat onze overleden dierbaren nagedacht moeten worden, bedacht moeten worden, herinnerd moeten worden, geëerd moeten worden. Kortom, zo zijn er meer dingen die bij nabestaanden kunnen leven, die ze de president kunnen melden. Dat zouden we op prijs stellen, dat zouden we op prijs stellen. En datzelfde geldt voor die andere groepen in de samenleving ook. En als de president die reacties van die groepen heeft verwerkt in zijn voornemen om te komen tot gratieverlening, en die voorwaarden natuurlijk dan ook meegenomen heeft in zijn voornemen tot gratieverlening, dan dat resultaat volgens de grondwet voorleggen aan de rechters die de veroordelingen hebben uitgesproken, met het verzoek om de president te adviseren. Dat is de procedure, staatsrechtelijk, bestuursrechtelijk, die de president moet bewandelen. En ik zei u net, we moeten leren van. Bij de president is de vraag eigenlijk alles bij elkaar. Welk risico wil je lopen en welk risico wil je niet lopen? En dat is een moeilijke afweging die hij alleen kan maken. Want, dames en heren luisteraars, Iwan, als het fout gaat, is het de president die ze gaan blamen. Ik roep bij u in herinnering met Henk Aron in 1980. Aron die zegt, gewapende macht moet niet denken omdat ze wapens hebben dat ze mij komen zeggen wat ik wel of niet moet doen. Daar heeft hij gelijk in. In een democratie werkt dat niet zo. Want Aron zei tegen mij, ja, we hebben ook nog de politie als gewapende macht. Als die een vakbond of weet ik veel wat willen oprichten en de regering zegt voorlopig nee, dan kunnen die ook zaden gaan schieten. En wat zie je in Suriname, na de staatsgreep in 80, een heleboel mensen hadden begrip voor de militairen, want, en dan komt er een verhaal, het was moeilijk politiek en Suriname was, ja nee, maar dat geldt voor ieder land af en toe. Dat het politiek moeilijk ligt, economisch, en dat er ander beleid moet komen. Maar dat is nog geen rechtvaardiging voor een staatsgreep. Dus kortom, men heeft in Suriname, toen men moest kiezen, accepteren we die militairen of niet, heeft men gekozen voor, we accepteren ze. Sommige mensen zeiden, we geven ze het voordeel van de twijfel. Nou, dat was natuurlijk snel verdwenen op 8 december 1982. Dat soort risico's, dat soort foute inschattingen, mag Suriname niet meer maken. Want luisteraars, het verschil tussen 80 en nu is, in 80 was de Surinaamse economie behoorlijk eraan toe. Er waren politieke verwikkelingen, maar de Surinaamse economie draaide redelijk goed. Suriname behoorde tot een van de toplanden in de rij van ontwikkelingslanden. Maar nu is Suriname helemaal beneden. Suriname staat op de rand van de afgrond. Dus als je nu datzelfde risico van 80, het is fout gegaan, nu weer neemt en als het fout gaat, dan is Suriname reddeloos verloren. Dus, Iwan, luisteraars, dit moeilijk besluit voor Santokki, wat hij moet nemen, ik hoop dat hij dat, om te beginnen, aangeeft
regie neemt in deze hele zaak. Om aan te geven, zoals ik net aangegeven heb, langs welke procedure hij de vraag gaat beantwoorden. Wel of geen gratie, de procedure. Hè? Dan weet iedereen het. Het mooiste is met het tijdspad erbij. Hè? Dan weet iedereen, oh, dan en dan, in februari of in maart, weet ik veel, komt een eindbeslissing van de president. Dus kortom, de procedure. En dan met de groepen gaan praten, inhoudelijk, over zijn voornemen om gratie te verlenen. Je moet dus niet aan die groepen gaan vragen, moet ik gratie verlenen? Nee, jouw beleid moet gratieverlening rechtvaardigen. En wat is jouw beleid? Ik heb het net geroemd, luisteraars, Iwan. Rust en vrede. Eerlijk delen en economisch herstel, welvaart, welzijn. Dat is het beleid, grote lijnen. En alles wat dat kan in gevaar kan brengen, moet je niet doen. En het goed communiceren en het goed uitleggen aan de bevolking. Ik denk, luisteraars, Iwan, dat net als in Nederland, wat ik u net zei, in Suriname het verschil is dat Suriname een arm land is. En Suriname kan eigenlijk niets hebben wat de situatie ontwricht. Geen maatschappelijke ontwrichting, geen economische ontwrichting, geen monetaire ontwrichting. Suriname heeft rust en vrede nodig. En vanuit mij persoonlijk zeg ik altijd, heb ik ook in mijn communicatie naar meer politici in Suriname gezegd, wie durft als politieke leider, ik zeg het in zijn algemeenheid hoor, ook in de hele wereld, wie durft die vicieuze cirkel van wraak en haat te doorbreken? Wie durft dat? In Afrika hebben we gezien wat voor ellende dat oplevert. In het Midden-Oosten zien we nu wat voor ellende dat oplevert. In het conflict Rusland-Oekraïne zien we wat voor ellende dat oplevert. En als je naar partijen luistert in conflict, dan denk je, ja, eigenlijk heeft hij ook een beetje gelijk. En dan luister je naar die andere partijen en dan denk je, ja, eigenlijk heeft hij ook een beetje gelijk. Wie durft die vicieuze cirkel van wraak en haat te doorbreken? En dat is wat in de kern ook in Suriname speelt. En dan kan je zeggen, ja, natuurlijk, ze hebben die mensen vermoord en heeft de rechter allemaal meegenomen. Hè? Je kan nu als president het verschil maken in de koers die het land opgaat. Iedereen kijkt naar je als president. Politieke leiders zijn voorbeeldgevers. Hoe praat je over het probleem? Ga je schreeuwen, schelden, uitschelden, beledigen, wraak, haat? Dan gaan je kinderen precies hetzelfde doen. Dan krijg je uiteindelijk Midden-Oosten toestanden. Of zeg je als politieke leider, politieke leiders, nee, wij moeten toekomstperspectief voor onze kinderen maken. Goede toekomst ontstaat niet automatisch. Je moet het maken. Politieke leiders moeten de toekomst maken door liefde en verstand te gebruiken. En het spreekwoord regeren is vooruitzien, vooruitziend invullen. Zonder wraak en haat, zonder schreeuwen en schelden, zonder beledigen. Alleen dan, Iwan, luisteraars, alleen dan kan Suriname uit de crisis komen waarin het zich bevindt. En alleen dan moet ik in elke uitzending die ik heb, moet ik het woord diaspora-beleid gebruiken. Maar als je dan land en volk van Suriname zegt, rust, vrede, welvaart, welzijn, eerlijk delen. Het ene land, het ene volk van ruim 1 miljoen Surinamers in binnen- en buitenland. En die liefde, luisteraars, heb ik u vaker verteld,
die liefde die wij voor het land in Suriname hebben en de bevolking daar, die zou echt moeten blijken uit terug die liefde naar ons toe, het diaspora-beleid in Suriname. En als ik het tegen politieke leiders zeg, ik ben nog steeds verbaasd, want dan kijken ze je aan, dan denk ik bij mezelf, ja, maar hoe denk jij? Hoe denk je? Kijk wat wij uit liefde, uit de diaspora, Nederland, Amerika, voormalige Antillen, naar jullie sturen, al miljarden, al 30, 40 jaar, uit liefde. We hoeven het niet te doen, maar we doen het uit liefde voor het land en het volk. En wat krijgen we van jullie terug, politieke leiders? De bevolking mag je niet kwalijk nemen, luisteraars. De politieke leiders neem ik het kwalijk. Dat zij de bevolking niet hebben opgevoed, hebben geleerd om dankbaarheid naar ons diaspora te hebben voor datgene wat we allemaal uit liefde doen al zo lang. En ook bij dit aspect zeg ik, de kinderen kijken hoe wij met elkaar omgaan. En als de kinderen zien eigenlijk ondankbaarheid aan Surinaamse kant, zowel bij de politieke leiders als bij de bevolking, maar de bevolking doet wat de politieke leiders doen. Dat is die voorbeeldfunctie die politieke leiders hebben. Ik blijf van mening, luisteraars, dat heb ik al 40 jaar, alle ellende die Suriname nu heeft en ondervindt, is het gevolg van geen diaspora-beleid. Artikel 5, lid 2, toescheidingsovereenkomst 1975. Niet uitvoeren, geen diaspora-beleid. En nu zit het land in een crisis. En op het snijpunt, het goed aanpakken van het gratiebeleid, Santokki, kan Suriname weer een toekomstperspectief geven. Het verkeerd aanpakken kan leiden tot een lont in een kruidvat, luisteraars. Want u moet beseffen, de bevolking in Suriname heeft de gigantische offers aan het brengen, economisch. De armoede is gigantisch. Ik heb laatst een rapport gelezen, 70% van de Surinaamse bevolking leeft onder de armoedegrens. Nou is er in Suriname ook een informele circuit, dus daardoor mensen het nog een beetje redden. Iemand zei verleden, als je die drukte zag bij oud opnieuw viering, hoe kan dat als er zoveel armoede is en zo? Ja, omdat er een informele economie is. Winston Ramutar Singh heeft ons een keer gezegd, toen ik vroeg, hoe groot is die informele economie? En toen heeft Winston Ramutar Singh, de econoom van de VES, gezegd, nou rond de 40%. Nou, als bijna de helft van je economie een informele economie is, een zwarte economie, om het maar zo te zeggen, dan kan de bevolking daarmee toch een beetje vooruit. Dus dat is de situatie in het land. Ja? En als je een voorzitter, geliefde voorzitter van de tweede politieke partij in Suriname, niet op een verantwoorde manier, dus met argumenten, behandeld. En dan noem ik ook in samenspraak daarmee alweer die negatieve rol van de Nederlandse regering. Het geheim houden van het dossier tot 2060. Ik vind dat een van de dingen waarvan ik zeg, en ik zou doen als president, zou ik zeggen, dan heb ik het voornemen gratie te verlenen. Wat vinden jullie ervan, mensen in Suriname? Nederland, dit kan je niet maken. Je zet de militairen aan tot een staatsgreep. En de ellende die daaruit voortvloeit, willen we gaan uitzoeken als Suriname, de rechter. En dan zeg jij als Nederland, maar het dossier is geheim tot 2060. Sorry hoor. Dus kortom, luisteraars, Iwan, dat is het dilemma waar staatshoofden, de regeringsleiders, voor staan en waar Suriname nu voor staat. Laten we hopen
Ivan Duisselaar. Laten we hopen en God bidden dat president Satoki de juiste beslissing neemt, op de juiste wijze, zodat de rust in het land kan worden gehandhaafd. We hebben een klein tipje van de sluier gezien toen in februari vorig jaar demonstraties uit de hand liepen. Mag nooit meer gebeuren. Zeker ook niet wat met de inheemsen gebeurd is op ik weet niet meer waar het was. Twee inheemse mensen worden doodgeschoten zijn. Pikin Saron. Maar goed, in ieder geval, we kennen die situatie. Geweld, eigenlijk moet geweld uitgebannen worden in elk land en zeker ook in Suriname. Maar laten we hopen, Iwan Duisternaas, dat president Santoki wat dat betreft de zaken goed zal aanpakken. En de tijd zal nemen om rustig te communiceren met de bevolking over de meest wenselijke weg die nu gevolgd moet worden. En we zullen het zien, Iwan. Goed, Owen. Bedankt. Abu, Iwan, graag gedaan. En nogmaals beste wensen. Hè? Ja, absoluut. Ook aan jou de beste wensen. En tot de volgende keer. Braza voor jou, braza voor de luisteraars. We spreken elkaar. Tot de volgende keer. Abu, bye bye. Bye bye.